De coronacrisis, iedereen heeft er last van gehad, zakelijk en in de persoonlijke sfeer. Maar ook de lokale overheid, gemeenten, zijn niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Goedenavond, ze konden niet wachten tot het 1 juli was. In het openbaar vervoer, bij dansscholen, in sauna's en ook op sportscholen zijn de regels vandaag versoepeld. Ja, superfijn. Alle coronakilo's eraf, hè? En de donorwet is sinds vandaag van kracht. Patiënten hopen dat het bijdraagt aan snellere orgaantransplantaties. Het zal een wachttijd aanzienlijk verkorten, hoop ik. Veel Gelderse gemeenten komen financieel gehavend uit de coronacrisis. Miljoenen euro's zijn ze misgelopen aan parkeergeld, belastingen, uitgestelde huwelijken en extra uitgaven zoals voor balieverbouwingen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Gemeenten hopen dat het Rijk en de provincie alle kosten gaan vergoeden. Of dat gebeurt, dat is nog maar de vraag. Informatieborden met afstandregels. Afzetlinten op de wijkmarkt. De inzet van BOA's, zowel in als buiten het gemeentehuis, zijn gemeenten door corona aan allerlei zaken geld kwijt. In Heerde hebben ze al die kosten apart op een rijtje gezet. Dan heb ik het ook bijvoorbeeld over het niet krijgen van toeristenbelasting of van het later krijgen van huurvergoedingen. Dus dat bij elkaar opgeteld zitten we nu ongeveer tussen de 3,5 en de 4 ton. En ik verwacht dat dat in de komende maanden nog wel gaat groeien. En die kosten, zoals het plaatsen van plexiglas in een gemeentehuis, stonden natuurlijk niet op de planning bij gemeenten. Uit een rondgang van Omroep Gelderland blijkt dat de uitgaven al snel oplopen naar tientallen miljoenen euro's voor gemeenten. En dan gaat het alleen om gemeenten die een inschatting kunnen geven. Een deel van dat bedrag krijgen gemeenten terug vanuit het Rijk. Maar de vraag is of gemeenten alle kosten vergoed krijgen. Nou ja, dat is een financieel risico omdat we niet precies weten waar we nu voor gecompenseerd worden. En omdat we al in de financiële problemen zaten voor de coronacrisis. Verschillende gemeenten geven aan dat ze verwachten dat alle kosten voor corona vergoed gaan worden door het Rijk of de provincie Gelderland. De provincie heeft al wel miljoenen gereserveerd, maar gaat die niet zomaar uitdelen. Wij kijken wel naar wat is onze rol en op die manier proberen we het. Maar zo in één keer geld overzetten naar de gemeente en zoek er maar uit wat je ermee wilt, dat gaan we niet doen. In het najaar wordt de balans opgemaakt. Maar hoeveel geld gemeentes uiteindelijk kwijt zullen zijn, dat zal ook vooral afhangen of het virus opnieuw de kop gaat opsteken. Ja, morgen gaan bestuurders van gemeenten hun roep om financiële steun van het Rijk kracht bijzetten met een landelijke actiedag in Den Haag. Niet alleen door corona, maar ook vanwege hoge tekorten op de jeugdzorg en de WMO hebben veel gemeenten het zwaar. En ze vinden dus dat ze veel te weinig geld vanuit Den Haag krijgen. Dik 3 maanden mocht er niet binnen worden gesport of gedanst. Maar vanaf vandaag mag dat allemaal weer. Ja, we zijn blij. We zijn blij dat we eindelijk naar binnen mogen. Vanaf het moment dat we niet meer binnen mochten trainen, heb ik op dit moment gewacht. En ook de klanten zijn weer blij. Ja, superfijn. Alle coronakilo's eraf, hè? Wat is nou leuker, binnen of buiten? Binnen. Meer dan 3 maanden hebben beide ondernemers zich moeten redden in de buitenlucht. Vanwege de coronamaatregelen mocht er binnen niets meer. En dus hebben ze zo goed en zo kwaad als dat ging wat activiteiten buiten gedaan. Eerlijk gezegd is het best wel afzien geweest. Ja, we hebben steeds moeten anticiperen op veranderende regelgeving. Ja, dit bedrijf moest gewoon qua gebouw gesloten blijven, wat natuurlijk schrijnend is. Je mist een heleboel omzet. We hebben het overleefd, gelukkig. Maar het is zeker niet wat het had moeten zijn. Dus dat heeft inderdaad, heb ik inderdaad wel verlies geleden, ja. Nu gaan ze weer vol goede moed tegenaan, net als hun klanten, die weer onder de juiste omstandigheden kunnen boksen of dansen. Vooral voor de breakdancertjes was buiten dansen niet ideaal. Nou, je kan niet draaien, want anders doet je rug en zo pijn. En waarom is het dan binnen leuker? Want het is glad en dan kan je weer draaien. Ja, een andere versoepeling is die in het openbaar vervoer. Vanaf vandaag mag elke stoel weer gebruikt worden. Dus ook in de treinen van de NS. Maar die adviseert overigens de reizigers wel om drukte te vermijden en zoveel mogelijk buiten de spits te rijden. En natuurlijk blijven de mondkapjes verplicht. We gaan naar Utrecht. Nou, maak er een mooi dagje van. Ja, tijdens de ochtendspits is het rustig hier in de trein vanaf Nijmegen naar Arnhem. Reizigers zijn blij met de versoepeling van de coronamaatregelen. Maar even wel fijn, weet je. Je kan er gewoon weer overal heen.
naar vrienden die ver weg wonen of zo. Fijn dat ze wel bij elkaar mogen. Op elke stoel mag gezeten worden, maar de NS adviseert om afstand te blijven houden. Het advies blijft, net zoals wat de overheid aangeeft, hou je alsjeblieft aan de 1,5 meter regels. Er zijn genoeg zitplekken aanwezig. Adviezen dus, maar de mondkapjes blijven verplicht. Toch voelt dat voor sommige reizigers niet veilig genoeg. Zij vinden dat de versoepeling te snel gaat. Er zijn nog steeds mensen die ziek worden. En ik verwacht nu best wel gauw een tweede golf, eerlijk gezegd. Volgens deskundigen zal die groep van reizigers zich uiteindelijk toch makkelijker gaan voelen. Die gaan ook ervaren dat als je een aantal keer in de trein hebt gezeten bijvoorbeeld, dat het de eerste keer goed gaat, tweede keer goed gaat, derde keer goed gaat. En na een aantal weken zul je ook ervaren dat die groep rustiger wordt en gewoon met de trein gaat. De politie probeert aan de hand van camerabeelden te achterhalen wie er gisteren 2 woningen in Kerkdriel beschoten heeft. Het lijkt erop dat het gaat om bedreigingen aan het adres van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Dat bedrijf heeft te maken met afpersing van criminelen nadat op het bedrijf een partij cocaïne werd ontdekt. Het onderzoek naar de nieuwste bedreigingen is nog in volle gang. Diverse bronnen bevestigen dat het gaat om huizen van mensen die bij het bedrijf betrokken waren of nog steeds zijn. Op een van de adressen zou een ex-werknemer van het bedrijf wonen. In 2017 en 2019 worden er partijen cocaïne gevonden bij het bedrijf, tussen bananen uit Colombia. Het bedrijf alarmeert de politie. Daarna beginnen de bedreigingen, waarbij criminelen 1,2 miljoen euro eisen. De bedreigingen worden vervolgens concreet. In januari van dit jaar wordt bij een lid van de familie De Groot een handgranaat voor de deur gelegd. Voor die daad is een 20-jarige man uit Utrecht aangehouden. En maandag werd een voordeur van een woning in Hedel in brand gestoken. Ook dat heeft verband met de zaak. De politie probeert na de beschietingen van gisteren nieuwe aanknopingspunten te vinden. Er zit inmiddels een team van 25 rechercheurs op de zaak. Die kijken onder meer naar beelden van beveiligingscamera's in het gebied. Eerder werden meerdere verdachten aangehouden in de zaak. Zij moeten in december voor de rechter verschijnen. Alternatieve vormen van energie. Uiteindelijk moeten we er allemaal aan. Het voormalige damespensionaat Sancta Maria in Nijmegen gaat over op kristallisatiewarmte. We hebben een heel groot ijsklontje gebouwd, een grote waterbak. En die zien jullie hier op de achtergrond. Het lichaam dat gisteren is gevonden in het water van Rederlaag bij Latum is van een 21-jarige Duitser. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De man werd sinds vrijdagavond vermist. Hij is waarschijnlijk van een boot gevallen. In de omgeving van de plas wordt nog een man vermist. Het gaat om de 58-jarige Bert Burger uit Arnhem. Hij vertrok donderdag op een zwarte e-bike en is sindsdien niet meer gezien. Tegen de automobilist uit Wijchen die in Nederasselt een motorrijder zou hebben doodgereden, is 80 uur werkstraf geëist. En ook kreeg hij 12 maanden rijontzegging, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het ongeluk gebeurde in september 2018 op de N324. Volgens justitie reed de Wijchenaar dicht achter de motorrijder en merkte hij te laat dat hij remde omdat hij bezig was met zijn mobieltje. Hij botste achter op de motorrijder en die belandde onder de auto. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. En op de Veluwe zijn weer wolvenwelpen geboren. Dat meldt de provincie vanmiddag tijdens een vergadering over het wolvenbeleid. Op camerabeelden zijn 4 welpen te zien. De beelden worden nog niet vrijgegeven om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de wolven. Vorig jaar werden er 5 wolvenwelpjes geboren. Het is niet duidelijk hoeveel daar nog van in leven zijn. Eentje werd doodgereden en 3 andere zijn spoorloos. Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat gemiddeld de helft van de welpen het eerste jaar niet overleeft. De nieuwe donorwet gaat vandaag formeel in. Wie geen keuze heeft gemaakt, wordt automatisch als orgaandonor geregistreerd. En dat kan voor een nierpatiënt als Stanley uit Doetinchem de redding zijn. Voor hem is het van kracht worden van de nieuwe wet dan ook een belangrijk moment. De nieuwe donorwet dat vandaag is ingegaan is heel belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor de duizenden mensen die op een orgaan of weefsel wachten. Het zal een wachttijd aanzienlijk verkorten, hoop ik. En ik hoop echt gewoon dat er ook meer mensen zich ook als geen bezwaar donor laten registreren. Stanley kreeg jaren geleden al een donornier, maar die werd na 2 maanden afgestoten door een infectie. Nu krijgt hij binnenkort weer een nieuwe nier. Een vrouw heeft zich gemeld en wou graag een nier afstaan. Dus we zijn haar wezen opzoeken.
En toen bleek achteraf alles te kloppen. Weefseltypering, bloedgroep. En na screening in Amsterdam werd ze ook goed gekeurd. Prachtig. Ruim 7,3 miljoen Nederlanders hebben zich tot nu toe ingeschreven in het nieuwe donorregister, waarvan meer dan de helft toestemming geeft voor orgaandonatie. Goed nieuws, want op een wachtlijst staan is pittig volgens Stanley. Je wordt op een wachtlijst geplaatst op weg naar een orgaan of weefsel, maar je wordt door diezelfde wachtlijst ook geleefd. Je moet steeds in de buurt blijven, thuis, liever ook niet ziek. Ja, dat kan zwaar zijn. Voor Stanley is het nu alleen nog afwachten wanneer hij getransplanteerd kan worden. Vermoedelijk wordt het eind september. Ja, mensen die zich nog niet hebben ingeschreven krijgen in september alsnog de kans om dat te doen. En daarna wordt de wet pas in de praktijk uitgevoerd. Opnieuw is er grote onzekerheid over de toekomst van zwembad De Hoevert in Didam. De gemeente wil het zwembad het liefst over een half jaar sluiten, maar volgens lokale ontwikkelaars kan woningbouw op de huidige locatie van De Hoevert geld opleveren voor nieuwbouw van het zwembad. Voor de gebruikers van het zwembad is opnieuw een spannende tijd aangebroken. Al 30 jaar is Wita Verink wekelijks in zwembad De Hoevert te vinden. Voor haar is het meer dan alleen een baantje zwemmen. Praat je, hoe gaat het met je, hoe gaat het thuis? Het is gewoon heel belangrijk. En ja, zoals elke sporter maak je met sporten je hoofd leeg. En dat is met zwemmen natuurlijk ook zo. Door te hoge kosten en het verouderde pand is de sluiting van het bad al jarenlang punt van discussie in de gemeente. Vanuit lokale ontwikkelaars ligt er een alternatief voor nieuwbouw, waarbij de opbrengst van de huidige grond van het zwembad genoeg geld zou moeten opbrengen om de bouw te financieren. Volgens de gemeente een onhaalbaar plan. Raadslid Rob Mos betreurt de houding van de wethouder. Het is zo ongelooflijk zonde dat je niet gaat voor een nieuwe duurzame zwemvoorziening in Didam. Dat zou echt ongelooflijk jammer zijn. Daarom moet deze raad echt anders gaan denken. En vooral ook denken, het kan echt. Zwemvereniging De Watervrienden hoopt op een goede afloop, want de sluiting van het bad zou de doodsteek zijn voor de vereniging. Wij hebben al gezegd, je zou er eigenlijk een begrafenis van moeten maken. Want dit is onvoorstelbaar dat de politiek dit in de afgelopen 6, 7, 8 jaar heeft laten gebeuren. Ik kan me eigenlijk geen Didam voorstellen zonder zwembad. Ik zou het niet fijn vinden om hier binnenkort boodschappen te moeten doen en om hier mensen te bezoeken die hier wonen. Kan niet. Ja, volgende week dan praat de gemeenteraad over de toekomst van het zwembad. En die gemeenteraad die heeft het laatste woord. Duurzaamheid staat niet stil, ook niet op de energiemarkt. Zo verschijnen er steeds meer installaties die gebruik maken van kristallisatiewarmte. Warmte uit ijs en een energierekening van 0 euro. Santa Maria in Nijmegen is een voormalig damespensionaat gerund door nonnen. Begin vorige eeuw gebouwd. Momenteel worden er appartementen gerealiseerd voor mensen met behoefte aan zorg. Alle zorg die je maar kan verzinnen, psychiatrisch, ouderdom, jeugd, tienermoeders, alles komt hier door elkaar heen. Zo'n enorm gebouw verwarmen kost een gigantische hoeveelheid energie. Dat kost aardig wat energie, ja. We hebben hier vorig jaar de gasmeter laten verwijderen. En er ging een aantal duizenden kubus in de maand ging daar doorheen, ja. Dat willen ze daar in Nijmegen niet meer. Dat gaan we niet nog een keer doen, nee. Het gebouw gaat nu verwarmd worden door een reusachtig ijsklontje. We hebben een heel groot ijsklontje gebouwd, een grote waterbak. En die zien jullie hier op de achtergrond. Het is ongeveer de 50ste installatie in Nederland en maakt gebruik van zogeheten kristallisatiewarmte. Het proces lijkt wel wat op de werking van de koelkast bij u thuis. Die koelkast, als je daar een biertje in zet, dan maakt die koelkast dat biertje niet koud, maar haalt de warmte eruit. En die warmte, die voel je dus, die je uit dat biertje haalt, voelt hij aan de achterkant, geeft hij die weer af aan die zwarte plaat. Maar die zwarte plaat hebben wij verplaatst naar het Santa Maria en die gebruiken wij als vloerverwarming. En in de zomer is het juist andersom en kan met de enorme bak ijs het gebouw gekoeld worden. Moderne tijden, geen energierekening meer en warme voeten door een koelkast. Ze gaan hier warme voeten krijgen door een koelkast. Ja.
Ja, dan krijgt u nog het weer van Weerplaza. Nou, vandaag is er het nodige aan regen gevallen. Lokaal zelfs meer dan 20 mm. Vanavond dan kan er ook nog een enkele bui vallen, maar er komen ook meer opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 13 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig. Morgen dan zijn er perioden met zon, maar geleidelijk krijgen stapelwolken de overhand. In de middag kan er een stevige bui vallen en onweer is niet geheel uitgesloten. Het wordt 20 of 21 graden en dan waait een matige westelijke wind. Kijken we nog even vooruit. Vrijdag dan is er wat meer zon en neemt de buienkans tijdelijk iets af. Het weekend verloopt nog wisselvallig. En volgende week dan wordt de invloed van een hoger drukgebied merkbaar en wordt het weerbeeld droger. Maar of het ook warmer wordt, is nu nog onzeker. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en app het verhaal van wielrenner Joris Nieuwenhuis uit Zelhem. Hij debuteert later dit jaar in de uitgestelde Tour de France. Meer hierover op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.